Mag ik de universiteiten allereerst ontzettend veel dank zeggen dat zij voor het jaarlijks publiek debat dit jaar hebben gekozen voor het thema veiligheid. Het onderwerp veiligheid kent van oudsher vele gezichten. Maar wat ik altijd opvallend heb gevonden bij de onafhankelijke onderzoeken, dat als je gaat kijken naar de oorzaken van de ernstige gebeurtenissen die we hebben onderzocht, dan zijn die op het gebied van veiligheid vaak hetzelfde. En voor één veiligheidszorg zou ik nu uw aandacht willen vragen. En dat zijn de consequenties die verbonden zijn aan het tijdperk van de zelfregulering. Het tijdperk van de zelfregulering houdt in de overheid op afstand, geen betutteling meer door de overheid en laat de veiligheid aan de sector zelf over. Kortom, de ondernemingen en organisaties worden nu geacht hun eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid te nemen. Op zich vind ik die filosofie van die eigen verantwoordelijkheid logisch, spreekt me zeer aan, omdat de overheid nooit alleen die veiligheid kan garanderen of waarborgen. Maar de overheid had als veiligheidsregisseur wel duidelijk moeten maken waaruit bestaat dan die eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid. En er is nog een probleem. Zelfregulering betekent ook dat de veiligheid niet meer in wetten wordt vastgelegd, maar veelal wordt overgelaten aan de normen en de richtlijnen van de sector zelf. Maar dat zijn geen verbindende voorschriften. Daar is geen toezicht op van de overheid. Dus daar, voor de handhaving van die regels, zijn we volledig afhankelijk van het interne toezicht van de organisatie. Mijn ervaring is dat deze normen en richtlijnen vaak het onderspit delven. Omdat het immers geen verbindende voorschriften zijn, daarom houdt men zich er niet aan. Maar ook regelmatig op grond van economische motieven. Dus de zelfregulering geeft twee zorgen. 1. Onduidelijkheid over de eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid. En er is onduidelijkheid over de verhouding van het externe toezicht en het interne toezicht. We moeten het wel oplossen, deze twee problemen. Anders kan toch nog de veiligheid, of liever gezegd de onveiligheid, een casinospel worden. Ik wens u allen heel veel succes.